In de Trinitatis Lutherse Kerk, TLK, heeft gisteravond een openingsdienst plaatsgehad in verband met de Week of Prayers van de Caribbean Military Christian Leaders Conference, MCLC. Dit houdt in dat in de verschillende Caribische landen er een gebedsweek gehouden wordt om te bidden voor militairen en veiligheidsfunctionarissen vanwege het bijzonder beroep dat zij namens de staat uitoefenen. Dit zegt dominee Michael Stewart, president van de MCLC en voorganger van de TLK. Volgens hem geven de militairen, politie en veiligheidsfunctionarissen ons als burgers een gevoel van veiligheid waardoor we 's avonds rustig kunnen slapen. Terwijl zij ervoor waken dat ons niets overkomt. De bedoeling van deze dienst is dus om die militairen te bemoedigen. Dat ze weten dat we hebben een morele verantwoordelijkheid naar ze toe. Om ze te ondersteunen, dat we achter ze staan als ze hun werk doen. Dat ze weten, we dragen ze op aan de Heere God die de grote beschermer is van alle mensen. Is dit de eerste dag of gaat het nog verder? Het is de eerste dag vandaag en vanaf morgen hebben we dus activiteiten in de kazerne. In de verschillende kazernes waar dus militairen, met name militairen inderdaad, want ook politiefunctionarissen enzovoort zijn uitgenodigd. Maar vandaag was de eerste dag en morgen hebben we een gebedsdienst binnen in de kazerne. En daarna wordt de kapel, de kerk, we hebben een kerkgebouw daar, die wordt opengehouden, opengesteld voor militairen die zich willen terugtrekken om te gaan bidden. En daar hebben we groepsgebeden en dan iedere keer bij die bidstonden nodigen we een pastoor uit van buiten om de militairen daar ook dan te komen bemoedigen. Verschillende kerkleiders hebben deze openingsdienst bijgewoond. Zij deden dit omdat militairen ook tot verschillende denominaties behoren. Vanuit de geestelijke verzorging van het Nationaal Leger is de kerkleiders gevraagd deze gebedsweek te ondersteunen. Volgens dominee Stewart hebben namelijk ook deze leiders een verantwoordelijkheid naar de militairen toe. Er is natuurlijk inderdaad supportive, ondersteunend geweest naar de militairen, doordat ze zoveel voorgangers hebben gezien vanavond die ook de handen hebben geheven bij het uitspreken van de zegen om ze daadwerkelijk te bedouwen met de zegen van de Almachtige. We willen hen dus in de picture zetten en hen het gevoel geven van we are with you. Jullie staan niet alleen ervoor. Wanneer jullie weg zijn, wanneer jullie wegtrekken, wanneer naar detachementen gaan, waar dan ook, mogen jullie weten dat we achter jullie staan en jullie ondersteunen. Dat is het gebaar dat we naar die militairen willen maken. Stewart deed nog een beroep aan alle militairen, waar ze ook mogen zijn, om deze tijd te gebruiken. Hij geeft ze mee om deze week bij elkaar te komen en elkaar te ondersteunen. In de openingsdienst is volgens hem ook aangegeven dat Gado Lobbeding en dat God ze heeft aangesteld om het bijzonder werk dat ze doen te kunnen uitvoeren.